Frans is levend en gezond. Die woont in Brussel. En die was heel erg van de kaart om te horen dat je hem zocht. Want die heeft je altijd heel erg gemist. En ja, die had geen contactgegevens van jou. Die wist niet waar te beginnen. Dus hij is heel blij om te horen dat het goed met jou gaat. Dat is keigoed. Dat is goed, Frans. Dat is sowieso degene dat ik het liefst wou zien. Dus... Ik heb een foto van Frans. Oh. Daar zullen we mee beginnen. Zo ziet hij er nu uit. Cool. Leuk, ja. Zo ben ik. Zo cool. Allee, jong. En dat hij ons ontmoet. Maar ik neem aan dat je je mama misschien wel beter wilt leren kennen door verhalen van Frans. Ja, alleszins. Jij had mij dat toch allemaal kunnen zijn. Ik zou misschien wel nog foto's hebben ook, waarschijnlijk. Dan kan ik ook de foto's zien hoe dat mijn mama eruit zag. Hè. Ongelooflijk, ik ben echt zo blij. Ik was echt bang dat we niets gingen vinden of zo. Ik heb nog een brief voor jou ook. Mag ik meelezen? Ja, dat maar mocht jij niet meelezen dan? Liefstjes, ik was blij verrast om te horen dat je mij zocht en de moeite hebt gedaan om mij via mijn familie te vinden. Ik heb weinig herinneringen aan jou als kind, maar ik weet wel nog goed dat wij samen op de kermis in Brussel-Zuid waren en dat jij opeens verdwenen was. Gelukkig heb ik je teruggevonden. Ik weet ook nog goed dat ik jou en Elisabeth altijd graag heb gezien en dat jullie brave meisjes waren. Toen ik jou voor het laatst zag in het internaat, heb ik geen adres achtergelaten en daarvan heb ik altijd veel spijt gehad. Ik wil ook graag kennis maken met je man en 3 kinderen. Tot binnenkort, veel lieve groeten, je broer. Dat is kei lief. Ik vind hem nu al leuk. Ja, ik ook. Het gaat echt wel emotioneel zijn om hem terug te zien. Ik denk dat we nooit echt gaan kunnen zeggen hoe dankbaar dat we zijn. Ik heb mijn mama al jaren genoeg triestig weten zijn voor alles. En dat ik een deeltje dit kan geven dankzij jullie is echt heel belangrijk voor mij. Dan. Dank u. Ik ben blij dat hij mij wil zien. Echt.